iets als een zandzak is gewoon zo oud als ik weet niet wat. Alle waterschappen hebben ervaringen mee. Dus ik zou zeggen, zorg in ieder geval dat je je werkinstructies en alles wat ermee samenhangt qua zandzakken, dat je dat op orde hebt. Want daar kun je altijd op terugvallen. Ik ben Erik Huiskes, ben hier namens Speaking Noodmaatregelen. We zitten nu bij Floodproof Holland. En vandaag is door een aantal waterschappen, waterschap Rivierenland en BDOD, Drents Overijsselse Delta, die willen eigenlijk het testen van hoe kun je nou het beste die zandzak gaan neerleggen. En als Wiki Noodmaatregelen helpen we nu waterschappen om werkinstructies meer te standaardiseren. Men heeft werkinstructies, maar we willen toe naar één uniforme werkinstructie die je zeg maar in heel Nederland kunt gebruiken. Dat hebben we nu al een keer toegepast, of in dat proces zitten we nu bij, op het gebied van bekrammingen. En de gedachte is dat je dat ook voor ook andere maatregelen, noodmaatregelen, gaat doen. De werkinstructie waar wij nu mee bezig zijn, dat begint eigenlijk hier buiten. Het is voor de mensen die buiten acteren. We zijn vandaag bezig hier met de waterschap Drents Overijsselse Delta en wij van waterschap Rivierenland om een bepaalde zandzakstapelmethode te testen. We hebben een werkinstructie die hebben we gemaakt met een bepaalde stapelwijze en die willen we in de praktijk gaan testen met ook gewoon belastingen tegenaan. En aan deze kant hebben we een rechte constructie getest. Hier hebben we ook gekeken van hoeveel zandzak je nou nodig hebt per strekkende meter, hoe lang het duurt. Het probleem met zandzakken is, het zijn er natuurlijk heel veel. Zeker als je over een afstand zandzakken naar een locatie moet brengen, heb je nog wel veel mensen nodig. Een zandzak kan ook zwaar zijn, vandaar dat een zandzak niet te zwaar mag zijn. Wij vullen een zandzak ook nooit meer dan 2/3. Dat je ongeveer zit rond de 15 tot 18 kilogram. Je legt ze neer, wij leggen ze piramidegewijs neer. En bij elke laag, als je een laag neer hebt gelegd, je legt ze kop op kont. De kont op de strik, zodat je ze gewoon goed aaneengesloten kan leggen. Wanneer ze gelegd zijn, gaan er wat mensen overheen lopen om die zandzakken goed aan te drukken. En vandaar ook dat we ze niet helemaal willen vullen. Omdat dan in de zak het zand zich kan verdelen en uiteindelijk een juiste vorm kan krijgen. En dat is wel heel erg belangrijk, want als ze heel erg vol zitten, zijn ze niet meer te vormen. Als de eerste laag ligt, leg je de tweede laag erop. Van tevoren moet je natuurlijk bepalen hoe lang een constructie wordt. Hoe hoog een constructie moet worden. Daaruit volgt de hoeveelheid zandzakken. Dat hebben we vandaag ook bekeken. We hebben gekeken van, als je 5 zandzakken hoog legt, hoe hoog ben je dan? Hoeveel zandzakken heb je per strekkende meter nodig? Je hebt altijd één iemand nodig, een deskundige, zeg maar, die wat meer kennis heeft van zaken, die de zandzak legt. Je moet ze ook goed leggen, je moet ze ook gewoon neergooien, zodat ze gelijk eigenlijk goed gevormd worden. En daarna maak je een rijtje vanaf de plaats waar de zandzakken worden aangevoerd naar de locatie waar ze gelegd moeten worden. Nou ja, we leren dan ook weer dat je om en om moet staan, hè, dat je de zandzak makkelijk aan elkaar door kan geven. Wat ik ook geleerd heb om een zandzak hier te pakken, zodat je wat meer draagvermogen hebt. Op alle zandzakken op een juistezelfde wijze aangeven, zodat je eigenlijk gewoon vrij snel op de juiste manier de zandzak gelijkmatig neer kan leggen. En uiteindelijk gaan we even deze kering laten we dadelijk overlopen en dan moet deze kering het gaan houden. Het doel van deze constructie is te kijken hoe bochten zich houden. We hebben een bocht waar het water tegen de bocht staat en een bocht waar het water op een juiste wijze eigenlijk de bocht belast. En uiteindelijk moet dit leiden tot goede werkinstructies die we kunnen gebruiken tijdens een hoogwater. Voor het maken van deze noodmaatregel. Ik heb letterlijk 2 A4'tjes volgeschreven met allemaal aandachtspunten die je zou willen verwerken in een werkinstructie. En dan merk je, dan gaat theorie de praktijk ontmoeten. Want je kunt niet een werkinstructie schrijven van 20 bladzijden. Dus dat moet heel eenvoudig komen. De essentie van alles moet je eigenlijk boven water halen. Dusdanig dat als je in een crisis bent, dat je op een makkelijke manier, op een robuuste manier en betrouwbare manier die zandzak gaat plaatsen.